Minister Ruline Samsudien van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer heeft onlangs in het district Koroni aan ruim 150 burgers beschikkingen verstrekt. Dit gebeurde in de multifunctionele zaal de Totnes. De bewindsvrouw benadrukte tijdens deze plechtigheid dat ze werkt voor alle burgers over het gehele land. Samsudien waarschuwde de gemeenschap niet in te gaan op aanbiedingen van anderen die pretenderen gronden te kunnen regelen tegen betaling. De bewindsvrouw wees de gemeenschap erop dat alleen de minister van RGB bevoegd is gronden toe te wijzen. Ze riep de belanghebbenden op de toegewezen grond niet te verkopen, maar juist goed te gebruiken voor het doel waarvoor ze het hebben aangevraagd. Districtscommissaris van Koroni, Remy Tarnadi, is blij dat burgers van Koroni nu over hun grondpapieren kunnen beschikken. Hij benadrukte dat de gemeenschap nog een extra stap moet maken alvorens zich de trotse eigenaar van een perceel te kunnen noemen. Tarnadi noemde de drie categorieën die in aanmerking komen voor grondbescheiden. De eerste betreft de bereidsverklaringen die zij binnen 6 maanden na ontvangst van hun document moeten aanvaarden. Het tweede is de toewijzingsbeschikking. Deze moeten de grond binnen 4 maanden laten registreren bij het GLIS-kantoor. Voor wat betreft de goedkeuringsoverdrachten moeten deze burgers binnen 1 maand bij de notaris de stukken in orde maken.